vertel ons je naam. Ik ben Mark Winstanley. Mark, in welk jaar ben jij geboren? Ik ben in 1963 geboren. En waar stond jouw wieg? Dat was in Wigan, te Wigan, een kleine stad die niet zo heel veel voorstelt. Tussen Manchester en Liverpool in Noord-Engeland. Wie kent het niet? Nou, Liverpool en Manchester zijn bekend, denk ik. Maar Wigan is nu een beetje bekend van voetbal en zo. Maar ja, voor de rest is het een... En de muziek natuurlijk. Nou, Liverpool wel. Liverpool zeker. En Manchester eigenlijk. Maar Liverpool is een hele bijzondere stad. Ik was er net voor een bruiloft een paar maanden geleden. Nou, wat een volk heeft Liverpool. Het is gewoon geweldig. Ja, het is echt bijzonder. Echt bijzonder. Met oog op de Brexit. Ja. Heb jij nog een nood voor ons? Nou, wat leuk is dat ik... eigenlijk heb ik nu zowel de Nederlandse als de Britse nationaliteit. Dus ik ben nog lid van de EU. Dus ik mag overal werken in Europa. Daar is geen probleem mee. Is dat in tegenstelling tot de andere Britse acteurs? Ja, en wat ik hoor de laatste tijd is dat castingbureaus zijn echt op zoek... of naar Ierse acteurs... of Britse acteurs die dan wel toevallig een tweede paspoort hebben, omdat zij dan de recht hebben om overal te werken. En ja, in de huidige omstandigheden waar het wordt steeds moeilijker om te reizen soms, is het natuurlijk ook handig dat je zit al in Europa of op de continent. En kan je als een filming plaatsvindt in Frankrijk of Duitsland of waar dan ook, dan ja, kan je dus sowieso daarheen. En met de Britse acteurs is dat tegenwoordig wat lastiger. You're fortunate. Yes, I'm very fortunate. I'm very fortunate to live in the Netherlands. Waar heb jij je opleiding genoten? Nou, ik ben eigenlijk als kind begonnen met acteerles. Dus ik heb als kind acteerles gedaan bij Lambda. Gewoon lokaal, maar dan opleidingen van de London Academy of Music and Dramatic Art. En ik was ook lid in mijn jeugd van de Manchester Youth Theatre. Dat is een hele grote youth theatre waar je voor auditie moet doen om daarin te komen. En daar werd je geregisseerd en begeleid door je acteurs, tv-acteurs, bekende tv-acteurs en mensen uit het vak. Fantastisch, fantastisch. Waar bestaat jouw meest gevraagde werk uit? Wat doe je het liefste? Vertel ons. Nou, ik doe best wel wat theater, want samen met een kleine club runnen we de QETC, de Queen's English Theatre Company. Dat is een Engelstalig theatergezelschap in Amsterdam. Daar ben ik meestal 2-3 keer per jaar bezig met een productie, of als acteur of als regisseur. Maar de laatste 7 jaar waar ik fulltime ben gefocust op acteerwerk, heb ik best wel wat commercials en corporate filmen gedaan. Fysiek? Ja. Je bent nogal in shape, hè? Ja, ik ben goed in shape. Ik, als soort bijbaantje doe ik best wel wat modellenwerk. En daarvoor wil ik, dat deed ik altijd, maar daarvoor blijf ik... een beetje fitnessen en goed in shape, dus ja. Ik geloof dat beetje fitnessen een beetje een understatement is, hè? Nou, ik ga 4 keer in de week naar de sportschool. En wat leuk is, ik sport met een maatje die 20 jaar jonger is. Dus... I like to continue in English. Okay. Tell me about it. Yeah. My friend Robin, he's also working a little bit as an actor and a model. He's a very, very good looking Dutch guy. And so we like to work out together, and that gives you that motivation if you're, you know, in your 50s like me. He's only in his 30s, so it gives me a motivation to keep going to the gym and keep looking good. Mais il spreekt ook Frans. Oui, je parle couramment français. C'est parce que finalement j'ai choisi de faire mes études en français et j'ai fait 4 ans de français. Mais j'étais commencé très jeune, à 11 ans, j'ai commencé mes études en français et c'est une langue que j'adore, qui me plaît beaucoup, beaucoup. Voilà. Kan ik me voorstellen. Ja. Het is beeldschoon. Als ik jouw linker en je rechter profiel mag zien. Ja. Wat is daarop uw antwoord? Ik dank je wel. Heel goed. Ja. En de andere kant ook, alsjeblieft. Heel goed. En Mark, jij krijgt nu 1 kans om op de stoel van de casting director of de regisseur te gaan zitten. In welke rol zou jij jezelf nu het liefste casten? Nou, ik heb nu heel erg zin om een keer een harde vijand, een gemene persoon te gaan spelen.
Dus heel dicht bij je eigen karakter? Nee, eigenlijk niet. Maar ik denk dat het iets wat ik heel goed kan. Heb ik een klein beetje gedaan de laatste tijd, meer in theater. Maar ik zou het heel graag iets willen neerzetten voor film. Om gewoon dat andere kant te laten zien van wat je allemaal kunt. We zullen het van Quentin Tarantino laten weten. Ja, is goed. Ja? Ja, mooi. Tot op een casting. Dank je.